De advocaten Milton Kastelen, Merwin Dubois, Martin Misijan, Naila van Dijk en Derek Feira houden voorlopig de lippen stijf op elkaar over hun recente juridische stappen in het 8 december proces. De juristen hebben wel middels een schrijven aan de media bevestigd dat er daadwerkelijk verzoekschriften zijn ingediend om opschorting van de uitvoering van het vonnis in de zaak. De indiening vond plaats bij procureur-generaal Garcia Parachsing, president van het Hof van Justitie, Iwan Rasulbaks en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De advocaten zijn het nieuwe team dat de verdachten Desi Bouterse, Benny Brondenstein, Ernst Geffrey, Stefanus Dindu en Iwan Dijksteel vertegenwoordigen. Bouterse is op 20 december in hoger beroep gevonnist tot 20 jaar celstraf, terwijl de medeverdachten 15 jaar opgelegd kregen.